Dit filmpje gaat over het Ford-model als coachingsmethodiek. Studenten die in een opleiding komen, die zoeken eigenlijk een methodisch kader. Steeds opnieuw dezelfde vraag. Meestal hebben ze een warme attitude, luisterhouding naar cliënten toe. Maar als je professioneel wil bezig zijn met coaching, dan heb je eigenlijk nood aan iets om op terug te vallen. Een kader om alle informaties, emoties, gedachten, om daarin te plaatsen. En het sterke van onze opleiding is dat wij een methodisch kader aanbieden en dat is het Ford-model. Het Ford-model geeft je zelfvertrouwen, daar gaat het over. Nu, het Ford-model is eigenlijk al gebaseerd op iets dat je in alle coachingsopleidingen zult terugvinden. En dat is dat coaching bedacht wordt als iemand begeleiden op weg naar een doel toe. Het is een doelgericht actieplan en dat is eigenlijk bedacht als een lijn in de richting van een resultaat. In het Engels gebruikt men vaak het acroniem, het GROW-model. Goal is een doel. Je gaat met je cliënt een doel formuleren vanuit een reality vertrekkende, een huidige toestand. En dan ga je acties doen om dat doel te bereiken. In mijn Ford-model noem ik dat het projectspoor. Projectspoor, omdat het een afgebakend, concreet iets is in een context waar je een resultaat bereikt door middel van acties. Dat is heel mooi om eigenlijk coachings te zien als iemand helpen op weg naar een bepaald resultaat toe. Nu, met dat model, die de basis is van de meeste handboeken, heb je eigenlijk niet voldoende. Want de realiteit is complexer. Je werkt met totale personen, met systemen. En veel coachingopleidingen beginnen dan van alles toe te voegen. Allerlei modellen, werkvormen, interventies. En zo krijg je een heel interessante verzameling van alle soorten zaken, waar dat dan eigenlijk de houvast in ontbreekt. Ik zoek naar een methodisch kader die eigenlijk je helpt om voortgang te structureren, iets meer dan alleen maar de voortgang van acties naar het doel toe. En een tweede spoor die er voor mij uiteraard bij komt, is het identiteitsspoor van iemand. De identiteit is wie dat jij bent met je totale persoon in jouw levensloop. Dit is dus een levensloop, een tijdslijn. En op die tijdslijn heb je een bepaalde leeftijd. En die leeftijd betekent dat je in een leeftijdsfase zit en een ontwikkelingsthema hebt in hoe dat jij je eigen identiteit vormgeeft. Je komt vanuit het verleden, je rugzakje dat je meeneemt, je hebt talenten, je hebt waarden, je hebt een zelfbeeld, je hebt misschien delen dat je integreert. Maar voor mij de belangrijkste vraag is, welk verhaal ben je aan het vertellen over jezelf in dit leven? Wie ben je eigenlijk? Wie wil je zijn? En dat heel worden is hier wel het eindpunt waar we naartoe streven. De identiteit, als je dat helder is voor jezelf, gaat zich dat natuurlijk vertalen in je projecten. Je gaat je identiteit altijd terugvinden in projecten. En je zult niet meer in projecten bezig zijn die eigenlijk een beetje vervreemd zijn van jezelf. Naast projecten identiteit is er vervolgens ook het spoor van het groter geheel. Is voor mij in mijn model een echt spoor van voortgang. En we gaan de individuele cliënt laten nadenken in welk geheel hij eigenlijk participerend bezig is. We worden ons allemaal meer bewust dat we eigenlijk als burger of als professional een participatieve bijdrage hebben tot die ontwikkelingen van dat geheel. Die gehelen hebben ook ons nodig, hebben onze talenten en onze inzet nodig. Dat is niet iets buiten ons. Jij bent eigenlijk het geheel. Als je dat begint te exploreren met welk geheel je cliënt verbinding heeft, dan wordt het heel interessant. Want dan wordt je identiteit, wie dat je bent, iets dat je bijdraagt aan het grotere geheel. En dan krijg je de thema's van zingeving en missie die in het gesprek komen. En dat is hetgeen dat heel veel cliënten uiteindelijk op zoek naar zijn. Dat is die diepere drive die echt alles zinvol maakt. En dat gaat over iets dat groter is dan henzelf, maar dat ze vanuit wie dat ze zijn een mooie bijdrage aan willen leveren tot een betere wereld, zeg maar. Je ziet hier aan deze drie sporen dat er zoiets als een vorkmodel tevoorschijn komt. Aan de meeste vorken is er een vierde spoor. En dat vierde spoor dat hangt daar ergens boven, want dat is het zelfsturingsspoor. Zelfsturing is eigenlijk de vaardigheid die iemand heeft om voortgang te kunnen boeken in zijn leven op die drie andere sporen. Dat wil zeggen dat zelfsturing niet op zich staat, maar altijd te maken heeft met hoe bekwaam is iemand op dit moment om met zijn projecten om te gaan. Hoe bekwaam is iemand om met zichzelf doorheen zijn leven om te gaan, doorheen zijn levensfasen. En hoe bekwaam is iemand om eigenlijk zijn plek te vinden in het geheel en zingevend bezig te zijn.
die verhouding van zelfsturing naar die grotere is een heel belangrijke factor in coaching. Je helpt eigenlijk je cliënt ook om vaardiger te worden. En hij heeft jou eigenlijk nodig. Anders had hij geen coach nodig natuurlijk. Hij faalt op een bepaald moment in een of ander thema en zoekt eigenlijk hulp. Welke hulp? Wel, hij zou zich kunnen verbeteren in hoe hij bezig is. Die verbetering is dan de vraag, hoe is die persoon op dit moment bezig met zijn uitdaging, met zijn thema's? Dit is de vraag, wat is iemand dan aan het doen? Wie is dit aan het doen? En dit is de vraag, waartoe dient alles dat ik doe van ontwikkeling? Deze vier sporen bieden eigenlijk een methodisch kader om met cliënten aan de slag te gaan. En alles wat je leert kun je daarin plaatsen, ook andere modellen. Model van de logische niveaus, kernkwadrant, MBTI, geweldloze communicatie. Je kunt allemaal plaatsen in dit model, omdat dat eigenlijk een basis is om alle informatie die je krijgt van de cliënt in te gaan plaatsen. En je krijgt dus een vorkmodel met een steel. En meestal is het zo dat er dan nog een soort intake gedaan wordt. En hier heb je dan de elementen intake en dan kies je op welk spoor en je switcht van spoor enzovoort. En dat is hetgeen dat onze studenten zeggen. Eigenlijk het vorkmodel biedt een realistisch kader om de voortgang te structureren bij de cliënt. En uiteraard is er naast dat structureren ook nog een relatie. Je gaat luisteren, je gaat empathisch zijn, je hebt een warm contact met je cliënt uiteraard. Maar dit is eigenlijk het methodisch kader die je zelfvertrouwen geeft als coach. Zeker voor beginnende coaches. En dan kun je later switchen van sporen en nog van alles toevoegen. Maar de vraag is dus voor iedereen, wat is precies je methodisch kader? Wij zijn hierop uitgekomen en trainen heel graag mensen om dat ook te leren gebruiken.